Er is een hele hoge militaire delegatie onder leiding van generaal Augusto Pereira op bezoek. En die delegatie bestaat verder uit nog een admiraal en nog twee generaals. En ze worden ondersteund met een week nog een paar leden van hun staf. En bij de gesprekken zijn ook de Braziliaanse ambassadeurs. Dus die zijn gisteravond aangekomen en ze blijven tot vanmiddag. En de bedoeling van deze missie is de bestendiging van de jarenlange samenwerking die Suriname heeft met Brazilië, zeker op het gebied van defensie en veiligheid. En daar hebben we dus vanmorgen gesprekken over gehad, werkoverleg over gehad. En we gaan het verder versterken en uitbouwen. Dus dat is de bedoeling. Wat we kunnen vertellen is dat we een paar overeenkomsten hebben met Brazilië. Eén is de samenwerking op het gebied van defensie. Twee is de samenwerking en intentieverklaring op het gebied van cybersecurity. Dus die digitale veiligheid. En de andere is op het gebied van CIPAM. CIPAM, dat is een netwerk eigenlijk, een systeem om, een radarsysteem eigenlijk om hun, hun Amazonegebied, hun rainforest te monitoren. Dus echt informatie te hebben. En wij willen ook samenwerken, dus wij kunnen leren van hun. Wij hebben ook een groot deel van de Surinaamse samenleving bestaat uit regenwoud. En wij kunnen dat, en het is heel erg belangrijk voor de wereld. Dus wij kunnen ook leren hoe we dat beter kunnen beheersen, beter kunnen beschermen. Dus dat is die drie overeenkomsten die we hebben. Daarnaast hebben we een hele goede operationele samenwerking met Brazilië op het gebied van trainingen. Heel veel militaire officieren zijn in Brazilië getraind. We hebben nu een meeting met de legerleiding. Kennismaking, afspraken, ook in het kader van de RIM, die volgende week op de agenda staat. Later is er een meeting en een presentatie op het kabinet van, op het ministerie van Buitenlandse Zaken. En daar nemen we ook mee dus alle afdelingen, alle instituten die belast zijn met veiligheid, zoals de minister van Justitie en Politie, de korpschef. We hebben binnenlandse zaken waar dus de Coast Guard onder valt, financiën waar douane onder valt. En we hebben de minister van ruimtelijke ordening en milieu. Want in het kader van de veranderingen of de klimaatveranderingen is dat ook, zijn er ook veiligheidsissues daar. En die gaat ook uitgenodigd worden. Dan hebben we een presentatie en een discussie daarna. En we sluiten af met een lunch en een courtesy call bij de president.